Verschillende instanties nemen maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Zo hebben diverse banken bekendgemaakt dat zij het aantal mensen in de bankenhal willen beperken. De Surinaamse Bank is een van de banken die heeft aangegeven zowel haar klanten als medewerkers te willen beschermen tegen een mogelijke besmetting met dit virus. Ingaande vandaag wordt er bij DSB Bank geen geldopnames en stortingen tot een bedrag van 3000 SRD geaccepteerd. Er zal slechts uitzonderingen gemaakt worden voor seniorenburgers. De bank zal alleen klanten helpen die een afspraak op hun website hebben gemaakt. Daarna zullen klanten bij binnenkomst handsanitizers aangeboden worden. Bij de Postspaarbank mochten steeds 5 personen naar binnen. De bank hanteert een rij voor 60-plussers en klanten die normale transacties wilden plegen. De Hakeringbank heeft ook een bekendmaking doen uitgaan. Het hoofdkantoor Latour en Tamareggio zijn namelijk gesloten voor het publiek. Klanten die hoesten wordt de toegang tot de bank ontzegd. En ook bij deze bank wordt er een beperkt aantal personen toegelaten. Ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft extra maatregelen getroffen. Het ziekenhuis heeft de dienstverlening beperkt door alle niet-CITO-afspraken uit te stellen. Spoedconsulten en specialisten zullen beschikbaar zijn via telefonische afspraken. Daarnaast mogen patiënten slechts met 1 begeleider naar binnen en voor patiëntenbezoek wordt er maximaal 2 bezoekers toegestaan. Het ziekenhuis zal alleen toegankelijk zijn via de hoofdingang. Het ministerie van Justitie en Politie heeft ter bescherming van de arrestanten en gevangenen besloten dat zij vanwege het besmettingsgevaar tot nader orde geen bezoek mogen ontvangen. Voeding en andere benodigdheden zullen wel door de dienstdoende ambtenaren in ontvangst worden genomen, ten einde die aan de arrestanten te overhandigen. Tot op heden is er maar 1 positief geval van het COVID-19 virus in Suriname. Daarnaast zijn er 14 personen in het Marwina ziekenhuis in quarantaine gezet en zijn 33 personen thuis in quarantaine.